Gravitatiekracht. Daar gaan we het dit keer over hebben. Gravitatiekracht. Gravitatie. In het Engels heet dat gravitation. En als je dat zou vertalen, kom je op zwaartekracht. Dus gravitatiekracht heeft ontzettend veel te maken met zwaartekracht. En dat is wel redelijk bekend, hoop ik. Oftewel, dit wordt vast een makje voor je. Maar we zullen het even zien. We gaan van start. Dit heb je eerder gezien. Ja, de maan die om de aarde rondjes draait. Nou, stel je voor, hè, er was geen gravitatiekracht. Ja, dan zal de... Je ziet het. De maan gewoon rechtdoor gaan. Dan ben je hem kwijt. Dus, maar goed dat er gravitatiekracht is. Want de gravitatiekracht, ja, die trekt aan de maan. Maar omgekeerd trekt de maan ook aan de aarde. Die twee zijn even groot. Daar zullen we het later een keer over hebben. Maar er is dus een gravitatiekracht. En de gravitatiekracht is altijd vanuit het midden van beide voorwerpen. Ja, je hebt wel twee massas nodig, anders dan kun je geen gravitatiekracht hebben. Nou, dus vanuit het midden is die gravitatiekracht. En hoe groot is die? Het hangt af van beide massas, dus in dit geval van de aarde en van de maan. En het hangt af van de afstand tussen beide massas. En let op, hè, die afstand ook weer vanuit de massamiddelpunten. En dan is de gravitatiekracht, nou, daar staat hij al, hè, die is gelijk aan, nou, een behoorlijk ingewikkeld iets, hoewel, het valt best mee hoor. Kijk, we kijken er eventjes rustig naar. De gravitatiekracht is een hoofdletter G, die hoofdletter G, dat is de gravitatieconstante. En in binas staat die natuurlijk weer geschreven. Kijk, het is een constante, dus het staat in binas tabel 7. Daar staan al die constantes. Hè. En je ziet al dat die ontzettend klein is. Hè. 10 tot de macht min 11. De gravitatiekracht is dan ook een behoorlijk zwakke kracht. Nou, en M1 en M2, dat zijn de beide massa's. Dus in dit geval van de aarde en van de maan. Die zijn wel behoorlijk groot. En vandaar dus dat de gravitatiekracht tussen aarde en maan toch nog wel redelijk groot is, ondanks dat de afstand wel weer erg groot is. Als je dit invult, kijk, nou, daar heb je natuurlijk de rekenmachine voor, hè, eventjes intypen en dan zie je dat de kracht toch nog behoorlijk groot is, 2 keer 10 tot de macht 20, maar dat komt dus omdat de twee massa's behoorlijk groot zijn. Want stel je voor, ik heb niet aarde en maan, maar ik heb twee pennen. Even in je etui rommelen. En dan heb je twee pennen, twee verschillende pennen. Nou, de ene is 25 gram en de andere is slechts 20 gram. En ik hou ze op 1 meter afstand. Hoe groot is dan de gravitatiekracht tussen die twee? Nou, eventjes, je kunt eigenlijk precies hetzelfde doen. Dus massa's veranderen, afstand veranderen. De afstand wordt een stuk kleiner. Dus wat dat betreft zou de gravitatiekracht een stuk groter worden, maar de massa's, hè, daar gaat het om. Als je dat invult, dan zie je dus dat de massa verwaarloosbaar groot is. Ja, oftewel, je zult nooit een kracht tussen twee voorwerpen zien hier op aarde. En daar is de gravitatiekracht te zwak voor. Nou, eventjes weer een fatsoenlijke massa, 1 kilogram, en die zet ik op de aarde. Hoe groot is dan de kracht op die ene kilogram? Probeer het zelf eerst eventjes, want het is niet zo moeilijk als je denkt. En misschien denk je het natuurlijk wel niet. Oké, we gaan even van start. Allereerst, ja, de massa, ja, de maan, die verander ik dus eventjes in die ene kilogram. De afstand tussen de massa en het middelpunt van de aarde, dat is natuurlijk hetzelfde als de straal van de aarde en die kun je weer vinden in binas. Dat vul je in en wat krijg je dan? Ja, dus massa en afstand één invullen. Ah, ik zie dat ik een haakje vergeten ben, maar maakt niet zoveel uit natuurlijk. Hè. En dit moet bekend voorkomen. De gravitatiekracht is 9,81 newton en dat klopt, want het is natuurlijk op aarde gewoon de zwaartekracht.
Ja, dus de zwaartekracht op aarde zelf, op het oppervlak van de aarde, is hetzelfde als de gravitatiekracht. Ja, daar staat het. Nou, daar gaan we het eventjes over hebben. We hebben hier een appelboom, bekend natuurlijk, hè? Heb je een appeltje. En de aarde trekt aan de appel. Betekent dus hè, dat er een zwaartekracht is. Die kun je berekenen, maar die zwaartekracht, dat is hier eigenlijk dus hetzelfde als de gravitatiekracht. Die twee zijn hetzelfde. Oftewel, gravitatiekracht kan ik op die manier berekenen, maar zwaartekracht kan ik op deze manier berekenen. En die twee zijn gelijk. Dus, je ziet hier al, dat kan ik op die manier naast elkaar zetten. En, hey, kijk eens, massa, appel, links en rechts gaat weg. En dan zie je dus dat je op deze manier de valversnelling kunt berekenen. Want de valversnelling, kleine letter G, let op, hè, hier zie je ook duidelijk verschil tussen de kleine letter G en de hoofdletter G. Dat zijn twee verschillende dingen. En je kunt dus hier de valversnelling op die manier mee berekenen. En je kunt ditzelfde verhaaltje doen. Hè, plant de appelboom op Mars. Nou, ik weet niet of hij goed zal groeien, maar stel je voor, hè, dan kun je hier de valversnelling berekenen. Op Mars. En hetzelfde kun je doen van, hey, appelboom verplanten naar Neptunus. Of, stel je voor, wel een beetje vuurvast op de zon. Of, het maakt eigenlijk niks uit. Nee, overal kun je de valversnelling op deze manier berekenen. Op een willekeurig hemellichaam kun je zo de valversnelling berekenen. Dat is wel handig. Althans, vind ik. Gravitatiekracht is niet de enige kracht in de natuurkunde. Er zijn vier fundamentele krachten in de natuurkunde. Kijk, hier staan ze. Die gravitatiekracht die hebben we gehad, hè, dat was het appeltje die naar beneden viel. Elektromagnetische kracht hebben we ook wel gehad, want dat is de kracht tussen twee geladen voorwerpen. Sterke kernkracht, die zorgt ervoor dat een proton en een neutron bijvoorbeeld bij elkaar blijven, of sowieso dat een proton in elkaar blijft zitten. Nou, dat heeft te maken met quarks. Een hele sterke kracht is dat. En de zwakke kernkracht, ja, zwakker dan de sterke kernkracht trouwens, die zorgt ervoor dat er zo nu een radioactief verval is. Die krachten, de sterke kernkracht, de zwakke kernkracht en de elektromagnetische krachten, nee, die zijn op zich behoorlijk groot, althans vergeleken met de gravitatiekracht. De gravitatiekracht is verreweg de zwakste kracht van deze drie. En ook echt verre weg. Die andere drie, die zijn zogenaamd geunificeerd. Ja, men heeft die kunnen samenbrengen tot één fundamentele kracht. Hè, die is trouwens alleen maar bij hele hoge energieën kun je die samennemen. Maar die theorie bestaat nog niet voor de gravitatiekracht. Als jij dat nou even doet, dan heb je ongetwijfeld een Nobelprijs verdiend. Want dat is wel de heilige graal, unificatie van de gravitatiekracht. Nou, deze presentatie is voorbij, dus kun je even tijd besteden aan het winnen van zo'n Nobelprijs. Niet verkeerd, je krijgt er een behoorlijk groot bedrag voor. Dus veel succes en tot ziens, tot horens.